Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Hier is het allemaal. Prima, lekker weekendje gehad. Nou, moest ik wel wat onder het doosje. Het hele doosje zweept. Wat zit er onder het doosje? Laat even vandaag met je opgestuurd. Laten we kijken wat eronder zit. En er moet heel veel zijn, want... Nee. Ja, de Burger King. Die hadden we niet gehad, ach, weet je wel. Natuurlijk de KFC gehad. We hebben de McDonald's gehad. We hebben God, hoe heet het, die broodjes, die sandwichbrood. Dat ene gehad. De Burger King nog niet. Lekker. Maar wat zit er in het zakje? Wat heeft Achmeetje opgestuurd? De Big King staat erop. Ik weet niet wat het is, ik ken alleen de Whopper. En hier... Jezus, het wordt heel groot. Nou, de Whopper. Ik was lekker in mijn dieet, Achmed. Ik zeg wel, het water was me wel al in de bek. Alleen, dit slaat natuurlijk helemaal... Grillmasters. En een hamburger van de Grillmasters. Ja, dat is wel heel grappig. Wat er hier nu gebeurt. Ik ken alleen de Whopper van de Burger King. Waarom? Wij hebben geen Burger King bij ons in de buurt. We hebben een paar McDonald's'en. Maar Burger King eigenlijk niet. En als ik dan vroeger in de grote stad was en ik ging er dan een hamburguesa orientalis halen bij de Burger King, dan namen wij een Whopper. Zoals deze. Wat de Big King is, zou ik niet weten. En wat de Grillmaster is in een doosje, dat weet ik ook niet. Oh, ik denk dat dit een beetje een luxe hamburger is. Even kijken. Ja, kijk. Dit is een beetje een luxe hamburger. Want ik zie een rucola en een luxe soort kaasje. Ja, oké, dan gaan we ze wel even allemaal uitpakken. De Master, Grillmaster is gewoon een luxe hamburger. Nou, de Big King is gewoon een... Is dat dan geen Whopper? Nee, dat is een Big King. Dat is twee stukken vlees en kaas. En dit is dan de Whopper. En hier zit ook allemaal... Is er geen kaas onder. En de Whopper is gewoon zonder kaas. Met twee stukken vlees. De Big King is met kaas met twee stukken vlees. Broodjes zijn exact hetzelfde. Ik weet niet of het hetzelfde is. En die is heel luxe. De luxe, laten we even wachten. Ik begin gewoon wel even met de gewone Whopper. Ja? Wat kennen we van de Whopper? Nou, de Whopper, dat is natuurlijk veel groter dan die dingen van de McDonald's. Twee lappen vlees. Er zit geen broodje tussen zoals bij de McSnack. En ze hebben altijd bij de Burger King gewoon hele stukken tomaat. Hele... uieringen erop, een hele augurken en laten we wel weten, bij de McDonald's is het allemaal tot pulp gesneden en heel weinig. Ik ga hem even proeven, dat woppertje, dat is echt heel lang geleden. Nou, wat opvalt bij de wopper is dat die vlees dingen die hierop zitten. Smaak alsof ze van de barbecue opkomen. Nou, je kan me heel veel vertellen, maar in de Burger King staat geen barbecue. Dus op een of andere manier zorg ervoor dat ze naar barbecue smaakt. En wat het niet is, maar is het vies? Nee, ik vind die smaak wel lekker eigenlijk. Volgende wat opvalt, is dat het broodje uit elkaar sodemieten. Zie je dat? Dat broodje is een beetje droog. Dus een stuk droger dan die broodjes bij de andere tenten. Maar kijk, hij begint te scheuren. Hij begint te scheuren. Wat vind ik van de Whopper? Lekker, het vlees is lekker. En de mayo, saus, voor mij is dat wel mayonaise. Is lekker. Ik vind het eigenlijk ook wel lekker dat er gewoon hele stukken tomaat op zitten en hele stukken ui. En dat je nog wat te kauwen hebt ook ondertussen door. Het vervelende is wel dat dat het broodje broos is en daarom sodemiert hij helemaal uit elkaar. Het vlees daarentegen proeft ook een beetje, naast dat het gebarbecue proeft ook naar vlees. Ja, dat is gek, want ja, ik wil niet de hele tijd vergelijken met de McDonald's, maar ja, daar kom je toch wel een beetje in. Het vlees is eigenlijk het minst lekkere van een hamburger. Ze moeten daar echt van de saus hebben. Dat lijkt hier wel anders. Nou, dan gaan we naar de King. Wat is er nou anders dan de King? Nou, hier zit heel veel kaas op.
twee hamburgers. Oh, hier zit dan geen tomaat op. Is dat dan het enige verschil? Bij de Big King zit er dus kaas op. Hoe is die kaas? Ja, dat is gewoon van die smakeloze smeltkaas. Van die kaas proef je helemaal geen moer. En hier zit een, voor mij een ander soort sausje op. Hier zit meer een zuur sausje op. Waar bij de Whopper gewoon, als je mij vraagt, mayonaise is. Bij de Big King. Sorry voor de volle mond. Een beetje een zuurig sausje. Een beetje azijnig sausje. Is dat vies? Nee, vind ik nooit zo heel vies. Is deze nou zo heel lekker? Eigenlijk ontbreekt hier een beetje smaak aan dit ding. Als er iets ontbreekt hierin, is het wel smaak. Deze burgers, die hebben namelijk helemaal niet het smaakje dat ze net van de barbecue komen. Dus deze hebben, zeg maar, het spuitje barbecue niet gehad. En die heeft deze wel. Ik vind het interessant wat hier gebeurt. Want de Big King, ik zei net, dat is exact hetzelfde als de Whopper. Is dus heel anders dan de Whopper. Pff, wat gebeurt er allemaal, jongens? En nu het luxe dingetje. Want kijk, hier zit opeens een ander broodje op. Als je mij vraagt, is het vleesje veel groter? Er zitten hier gebakken uitjes op. Rucola. Een mayonaise sausje en tomaten. Heel anders. Ik ga eens even proeven. Dit is dan de chicken. En hoe proef je? Wel leuk. Het vleesje is wel erg dik. Zie je? Dus je hebt wel echt ik bijt in een vleessensatie. Smaakt voor de rest niet zo heel erg. De gebakken uitjes smaken ook niet zo heel erg. Van de rucola proef je geen ene moer. Deze. Godverdomme, wat ziet eruit. Ik ga me heel veel opknappen, want ik kan echt niet. Ik heb hem even opgeknapt, want ik zag, zat helemaal onder het saus. En ik heb gelijk eens eventjes de Burger King website bekeken. Maar die dingen zijn niet goedkoop hoor. Als je kijkt naar zo'n dat luxe hamburgertje, kost 9 euro. Zo'n gemiddeld kost dat 7, 8, 9 euro voor alleen een burgertje. Je krijgt ook heel veel burger ervoor hoor, daar niet van. Ik vind het nogal duur voor een afhaaltent. 9 euro. En deze is dan deluxe, hè. Maar ik snap niet helemaal wat hier dan, ja, voor luxe aan moet zijn. Of dat er heel veel vlees en saus op zit. Heeft hij voor de rest niet echt een uitgesproken smaak. Oh, er zit nu ook bacon. Die was nog even verstopt, er zit ook bacon op. Ik moet in een paar minuten tijd 3 gigantische hamburgers wegkaan. Dus echt netjes wordt het niet. Ik ga nog heel even terug naar de Whopper. Die moet ik nog heel even. Ja. De Whopper. Ja. De Whopper. Smaakt gewoon heel anders dan die andere. Nou, ik ga even vertellen. Ik ben geloof ik weer 15 kilo aangekomen in deze review. Maar goed, alles voor het doel. Samenvatting. Big King. Veel vlees. Kaas. Smaakt niet echt. Whopper. Veel vlees. Geen kaas. Heel veel smaak. Waaronder een barbecue smaak. En de luxe, de Master Grill ofzo. De Grill Master. Hebben ze er een luxe broodje van gemaakt. Maar het is niet gelukt. Er zit niet zoveel smaak aan. Een hele dikke vleeshomp. En de toegevoegde waarde van de gebakken uitjes en de, die sla. En die proef je niet echt. Rucola moet normaal een extra notige smaak afgeven. Deze geeft helemaal geen moer af. Dus er is geen extra smaak. Nou ja, tijd voor de cijfertjes. Als je gewoon een lekkere vette bek wil halen, kan dat gewoon bij de Burger King hoor. Er is helemaal niks mis mee. Dus weet je, ik ga geen onvoldoendes geven, want het is namelijk een fastfood tent.
die fastfood levert. En dat doen ze goed, want fastfood moet zout zijn, het moet vet zijn, er moet saus op zitten. En als je het op hebt, moet je denken, dat had ik niet moeten doen. Ik ben nu dik geworden voor eigenlijk niks, want ik vond het niet zo heel erg lekker. Als je het staat te bestellen, loopt het water in je bakkers. En als je het helemaal op hebt, dan denk je, waarom heb ik dat nou mezelf aangedaan? Nou ja, dat is dus fastfood, dus ze doen gewoon wat ze willen. Punt is alleen, ik vind het hele dure dingen. Ik vind 9 euro voor zo'n broodje. Nou, wat we er maar toe gaan. De Grillmasters, zogenaamde luxe. Leuk en aardig, maar voor die 9 euro krijg je dus heel weinig smaak. Er zit bijna geen smaak op. Er zit heel veel vlees op, daar niet van. En er zitten verschillende soorten saus op. Goed, vind ik er nog op. Kaas, bacon, rucola. Alles zit erop, maar het geeft geen smaak. Dat is mijn zusje. De Big King is gewoon een hele gore, dikke hamburger. Met heel veel vlees, heel veel kaas. Er zit helaas geen tomaten op. Met een zuurig sausje. Helemaal niet vies. Maar het is wel... Je mist wat. Namelijk een interessante smaak. Hier zit geen interessante smaak aan. Allee, toch krijgt hij wel van mij een 7. Omdat het gewoon een goed burgertje is. Ja. En de winnaar, alhoewel helemaal uit elkaar geflikkerd. Omdat het broodje zo broos is als de pest. De Whopper. De Whopper is gewoon een klassieker die werkt. Rompen ui, rompen tomaat, mayonaise, stukken vlees, augurk zit ertussen. En ze hebben dus op een of andere manier een barbecue grillsmaakje aan het vlees toegevoegd. Ik denk dat dat chemisch is, maar het werkt. Het smaakt gewoon lekker. De Whopper, die krijgt van mij gewoon een 8. Nou. Ik ga nu vlug naar het toilet rennen en mijn vingertje in het keeltje stoppen. Want ik wil gewoon niet dikker worden, Ahmed. Maar in ieder geval, bedankt. Dat was dus de Burger King. Dag.